Want we zitten op een dood spoor. En dat beseft iedereen zich ook wel. Epica en Megan, je gaat beide live spelen? Ja. Is het niet te zwaar voor je? Ja, alleen Paradiso spelen we alle twee. En ik ga het meemaken. En zeg maar je moet nu wel met twee bands gaan toeren ook. Nou ja, de toekomst zal uitwijzen inderdaad of het te combineren is. Ik denk zelf van wel. Ik heb wel gemerkt dat het door mij en door die CD, door alles zo snel ging, en we wilden het ook snel hebben, dat wel een weerslag op mij heeft gehad. Ik ben wel bij de laatste Epica Tour behoorlijk ziek geweest. En dat komt dan misschien doordat ik toch wat te veel hooi op mijn vork heb genomen. Moet je wel waken voor een burn-out? Absoluut, want ik heb het bij Sander zien gebeuren. Floor Jansen die zit daar tegenaan. En ik voel het nu zelf ook. Zei hij met een glimlach. Ja, nu kan ik er nog om lachen, omdat het nog niet zo ver is. Maar ik voel het gewoon en ik weet wanneer ik mijn rust moet nemen. En ja, ik merk gewoon nu dat... Er is een enorme hoeveelheid e-mail-interviews ook op ons afgekomen met Mayan. En inmiddels zitten we al over de 30. En het... zulke interviews vind ik echt leuk om te doen. Dan ben je praten. Maar e-mail-interviews, dat is het ergste wat er is. Je zit daar alleen maar te tikken en je hebt dat al 100 keer getikt. Maar als je het moet zoeken in de andere interviews, dan ben je weer net zo lang bezig als dat je het weer opnieuw zit te tikken. Dat is echt afgrijzelijk. Dan heb ik wel een tip voor jou. Je schrijft van één keer, schrijf je van 5-6 pagina's, schrijf je verhaal op. En dan stuur je naar iedereen? Nee, ja, dat kun je nemen. Dan, als je dan een e-mailvraag binnenkomt, doe je gewoon copy-paste uit dat stuk. Ja, maar dan moet je nog steeds in dat stuk dat iedere keer gaan zoeken. Ja, oké, maar als je 4-5 pagina's... En iedere vraag is weer net wat anders, hè. Oké. Okay. En dan moet je weer net dat antwoord weer een beetje aangepassen. En dan... Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan, copy-paste. Uit dat interview ben ik net zo lang bezig als dat ik het gewoon begin weer op te typen. 2012. Mooie daad. Ja. Mooi jaar. Mooi jaar, ja. Ik zit zelf niet zo heel erg in die... Ik zit een beetje, maar niet super in die cultuur van de Maya's. Ja. Wat is 2012 volgens hun cultuur? Dat is een overgangsjaar waarin de kalender afloopt. Waarbij de vijfde grote cyclus afloopt. Dus eigenlijk... Een grote overgang staat te gebeuren. Alleen omdat de kalender afloopt van de Maya's, weet bijna niemand wat er precies staat te gebeuren. En de Maya oudsten die hebben onlangs gesproken voor het eerst sinds vele jaren. Echt misschien wel honderden jaren voor het eerst tot naar buiten getreden. En die zeggen dat we de kans nu hebben om de stap te maken naar een hogere vorm van bewustzijn. En dus de wereld die hoeft niet te vergaan, zoals veel doemdenkers iedere keer zeggen, volgens de Maya's. Maar er gaat wel iets enorm veranderen. En ik denk ook dat het tijd is dat er iets enorm gaat veranderen. En de Maya's voorspelden al dat er, naarmate de datum 2012 dichterbij zou komen, dat het alles zo chaotisch zou worden. Je ziet ook, vorig jaar was het een jaar met de meeste rampen in één jaar sinds mensenheugenis. En dat neemt alleen maar toe. Het wordt onrustiger, dat er staat iets te gebeuren. En dat ben ik ook van overtuigd. Alleen die Maya oudsten die zeiden nu dus, het hoeft niet 21-12-2012 te zijn. Het kan in een tijdspanne van 4 jaar eromheen. Dus het zou al gebeurd hebben kunnen zijn, maar het kan ook 3-4 jaar daarna gebeuren. Maar iets staat te gebeuren. Maar weten wij... Jij zegt van misschien is het al gebeurd, dan kunnen we het dus ook niet zien. Nee, het had al kunnen gebeuren, maar het is nog niet gebeurd. Okay, ja. Anders hadden we dat wel gemerkt. Okay. Ja, dat zeker. Maar ik denk dus, ik denk echt letterlijk dat we op een scheidslijn staan, waarbij we echt een stap kunnen maken in onze ontwikkeling. Een enorme stap voorwaarts. Want we waren op een doodlopend spoor van zelfvernietiging. Als we zo doorleven zoals we nu leven, dan hebben we onszelf binnen 100 jaar vernietigd. Dat lijkt me duidelijk, want we zijn de aarde gewoon letterlijk kapot aan het maken. En ik denk dat alles is met elkaar verbonden, niet alleen mensen met elkaar, maar ook mens en dier en natuur. Als wij de wereld kapot maken langzaam, dan maken we onszelf daarmee kapot.
En het klinkt zo eenvoudig, maar alles hangt ook letterlijk met elkaar samen. Dat is op kwantumfysisch niveau letterlijk het geval. Dus ik denk ook dat dat in de normale werkelijkheid ook zo is. En bewustzijn is zo sterks. Ik denk zelfs dat bewustzijn het fundamentele iets van het universum is. Dat bewustzijn letterlijk creëert. En zodra wij ons echt bewust worden van die kracht van bewustzijn en wat we er allemaal mee kunnen. En als we het op een goede manier toepassen, dan kunnen we pas echt een grote stap voorwaarts maken. En die grote stap voorwaarts zit hem vooral in de manier van omgaan met jezelf en met de wereld om je heen. Dat denk ik. Want hoewel de Maya's vroeger veel meer in harmonie met de natuur leefden, was daar ook niet alles koek en ei natuurlijk. Al die offers. Dus wij moeten leren van vroeger de goede dingen daaruit nemen. Maar ook onze eigen goede dingen die we later ontwikkeld hebben, ook meenemen. En ja, alleen maar de goede dingen overhouden. Dan hebben we echt iets eraan om voor de toekomst. Maar misschien is er eerst een echt grote ramp nodig om ons wakker te schudden. Want bijvoorbeeld zoiets wat in Japan is gebeurd is afgrijzelijk. Maar als dat wereldwijd zou gebeuren, dan weet ik zeker dat van de een op de andere dag mensen... Dat alles niet meer belangrijk is, behalve overleving en elkaar helpen daarin. Want je ziet als er een ramp gebeurt, dan pas beseffen de mensen wat echt belangrijk is. Het leven en elkaar. En daar, helaas is daar vaak zo'n enorme gebeurtenis voor nodig om dat mensen weer te laten realiseren. Maar dit verhaal aangehoord hebbende, zeg maar, zou je dan ook eigenlijk stiekem niet zoiets wensen dan, zo'n ramp? Nou ja, als je weet dat daardoor... Ja, je kunt niet zeggen dat je zoiets bent. Nee, maar begrijp, verschrikkelijk. Nee, begrijp je waar ik heen wil, zeg maar. Dat, ja. Geloof jij erin dat een mens het zelf ook kan doen zonder die rampen? Nee, dat denk ik niet. Nee, okay. Want we zitten op een dood spoor. En dat beseft iedereen zich ook wel.